Als ik iets heel snel moet filmen, dan gebruik ik de actioncamera, deze, dus de GoPro Hero, ik denk dat dat een 5 is. Ja, Hero 5 Session. Je hebt ook de 4, je kunt even goed de 4 kopen hoor. Ik denk dat de beeldkwaliteit dezelfde is. De 5 heeft extra features zoals bijvoorbeeld, ik denk dat er spraakherkenning op zit, maar dat is in veel gevallen onbruikbaar. Daar gaat een micro SD kaartje in. En dan kun je opnemen gewoon door op die knop te drukken en starten met opnemen. Dus heel handig. Om dat te monteren zit daar zo een plastic case bij. Dus dat is gewoon een plastic omhulsel waar dat die camera dan juist in past. En draait dat, of duwt dat hier dicht. En dan heb je hier onderaan die lussen om te bevestigen. Nu, het probleem is bij mijn case. Je ziet hier al dat er allemaal lijm aan hangt. Een van die twee ogen is afgebroken. Dus dat zijn zo oren die daaraan hangen. En hier gaat dan uw. Hier gaat eigenlijk een schroefje door. En daar zitten koppelingen op. Maar dat was afgebroken. Ik heb dat proberen lijmen. Maar dat komt telkens weer los. Er zit te veel kracht op. En dit is gewoon een plastieke omhulsel. Ik heb al nagekeken. Uiteindelijk ga ik toch een nieuw moeten kopen, dacht ik, want er zit ook, je kunt het moeilijk zien, maar er zit ook over, eigenlijk over de lijn zo. Hier over die lijn zit ook een volledige barst, dus het is sowieso ver weg. En het is plastic. Op Amazon kun je dit kopen voor 8,50 euro, denk ik was het. Ik heb een iets duurder modelletje gekocht dat er degelijker uitzag dan dit. En dat was 14 euro en dan had je ook nog een ander exemplaar dat 18 euro was. Met een voetje dat eigenlijk, waarbij dat die oogjes hier van achter zitten. Waardoor dat je voetje dat eigenlijk plat met je bevestigingsvoetje kunt monteren. Bij dit monteer je altijd een klein beetje hoger dan je bevestigingsvoetje. Maar het is ondertussen geleverd geweest. Via Amazon, komt duidelijk uit China. Het staat ook letterlijk op Made in China. Ik denk dat RH038 zal een productcode zijn, vermoed ik. We zijn eens benieuwd. Dus het zag er steviger. Dat is een. Het is enkel de bevestiging. Ja, er zit blijkbaar ook een toeltje bij. Ja. Ah nee, er zit zelf een voetje bij, dus het is compleet met een voetje. Dat is al een aangename verrassing. Oké. Amai, het is zelf van metaal gemaakt. Oké, dat was ik me niet van bewust dat de metalen. Ja, dus degelijk zal het wel zijn. Het zal in elk geval degelijker zijn. Het is gewoon een metalen. Omhulsel. De foto's zagen er gewoon allemaal veel dikker uit. En dan. Dit schuift los. Hier zit zo een bolletje met een veertje achter. Wat als slotje dient om dat daarin te schuiven. En ik veronderstel dat dat er zo in gaat. Ah ja, er zitten blijkbaar ook rubbertjes in hier. En hier van onder zitten twee rubberen. En hier van boven ook. Er zitten rubberen, kleine stukjes rubber. Zodat uw camera niet in die metalen dingen zit te duwen. Ik denk dat. Ja, nu zit het vast. Oké, het feit dat het metaal is, is een aangename verrassing. Het was niet zo heel veel duurder dan de plastieke versie. En dan wat er nog bij zit is een microfiber doekje. En dat is zo'n toeltje waarmee dat je die boutjes hier kunt opspannen. Dat is het allemaal heel vast wilt.
Kan ik, wacht, nog belangrijk, kan ik mijn geheugenkaartje, ja, ik kan het denk ik allemaal laten zitten. Ik kan aan mijn geheugenkaartje, denk ik. Ja. Ja, normaal zit er op dat deurtje een veertje dat openspringt bij mijn camera. En ze vergeten te monteren, denk ik. Op mijn Hero 4 die ik hiervoor had, sprong dat wel altijd naar boven, maar op deze dus springt dat niet. Oké, handig. Binnenkort dus weer meer GoPro materiaal, actiebeelden. Dat gebruik ik vooral op de motorfiets en zo, hè, of op de fiets. Het is natuurlijk wel een pak zwaarder geworden omdat dat metaal is. Dat is wel het nadeel van zo'n metalen behuizing. Plus als dat valt en wegspringt, dit breekt of er komen het krast en zo. Ik weet niet wat dit gaat doen. We zullen zien. Oké, iets anders waarvoor ik de action kan graag uithalen is voor als ik vuile dingen doe. Zoals hier bijvoorbeeld. Ga ik voegen. De heven voegen. En dan is het wel gemakkelijk als je. Als je een camera gebruikt, als je aan de motor werkt of zo bijvoorbeeld, dat hij echt vuil maakt. En wil je materiaal, je fotomateriaal niet te vuil maken, dan kun je ook zo'n action camera gebruiken. Vooral wie ook zelf zijn huis wil voegen. Eén, hij is zot.